dat we 2/3 van onze veestapel binnen 6 maanden moeten inkrimpen. Zo niet hebben we een dwangsom hier liggen van 117.000 euro per 3 maanden. Terwijl wij niks fout hebben gedaan. Ze geeft gewoon aan, de overheid heeft de fout gemaakt. En ze leggen het gewoon nou bij ons neer. En wij moeten 2/3 van onze veestapel in handen, terwijl we alles volgens de wet gedaan hebben. Alles. Die kinderen die hebben het gewoon in de gaten. Het is... Zaterdag zei de zoontje, ik had het niet meer. Hè. Ik zeg nog, papa, je huilt. Ik zeg, nee, valt wel mee. Waarom nou? Omdat anderen vinden dat wij onze koeien weg moeten doen. Hoe kun je dit nou uitleggen? Het is toch niet uit te leggen aan niemand. We zetten alles op alles in om dit ook juridisch en gaan we er tegenin om tegen deze strijd. Maar waarschijnlijk gaan we dit juridisch op dit moment gaan we dat niet redden. Dus het is gewoon einde verhaal.